er komt iemand, iemand nieuw. Ja, een nieuwe VJ, hè? Een nieuwe VJ, maar. Ja, toch voor 2 maanden. Want toch die komt heel de zomer lang Movie Snacks overnemen. En het is niet van de minsten. Nee, het is geworden en hij hangt aan onze lijn. Het is een hij, dat is bij deze verklapt. Mm-hmm. Hallo, Kevin Janssens. Hey! Hallo. Hey, Kevin. Hallo. Hoe gaat het met jou? Goed. Dat zal wel zijn na zo'n nieuws. Zeg, jij gaat deze zomer Movie Snacks voor jouw rekening nemen. Is dat omdat je dan langs bent geweest naar aanleiding van Sterren op de Dansvloer hier bij FUS? En dat je de smaak te pakken had? Goh, ik vond het zo leuk bij jullie daar in de studio. En ze hebben het dan aan mij gevraagd. En ik kon moeilijk nee zeggen. Om, ja, weet je, film is ook een van mijn passies. En het is dan heel fijn om dan ook zoiets te kunnen presenteren. En misschien de mensen thuis wat meer bijbrengen van film. Of van de nieuwste releases die dan te zien zullen zijn gedurende de zomerperiode. Hè. Heb je daar een beetje zenuwen voor? Zo, of heb je al presentatieervaring en zo? Ik heb totaal geen presentatieervaring. Zenuwen, jullie maken mij zenuwen, pak ik dat Be scared. Maar dat zal allemaal wel in orde komen. Dus ik ga dat op mijn manier doen en het zal allemaal wel in orde komen. En gaan we dan ook misschien te weten komen, wel, je gaat natuurlijk de nieuwste releases bespreken, dat is vanzelfsprekend, maar welke series of films jou zelf liggen of welke dingen jij... Ja, absoluut. Ik ben bezig met een lijstje van top 10, maar ik vind het heel moeilijk, want 10 is zo weinig en er zijn zoveel dingen dat ik goed vind, heel uiteenlopende genres. Dus ik moet echt... het is moeilijk om een lijstje te maken, maar ik kom er wel uit. En weet je al wat je allemaal moet gaan bespreken deze zomer? Of heb je nog geen enkele... Wanneer begin je eigenlijk? Ja. Nee, totaal nog geen idee. Dus ik denk dat de redactie er mee bezig is. Alleen dat hoop ik toch. Dat ik dat niet allemaal voor mijn rekening moet nemen, want dat hoor ik zo. Maar het komt wel in orde. Ja, en wat ben je nu aan het doen na Sterren op de Dansvloer? Vakantie. Veel aan het rusten. Oké. En veel films aan het zien eigenlijk. Wat is de laatste die je gezien hebt? Wel, ik was nu bezig met, eigenlijk, voor jullie mij bellen, met Michael Moore, Capitalism, a Love Story. Die heeft veel fijne documentaires. Ja, dat is documentaire eigenlijk. Documentaires, ik was ook nog eens aan het terugkijken naar Mystic River van Clint Eastwood. Die ken ik ook niet. Ah, jawel, die ken ik wel. Dat is een leuke film. Allemaal zeer goed.